gebeurtenis. Maar u weet ongeveer wat er gaat gebeuren en verder moet u zich vooral laten verrassen. Maar het heeft iets te maken met een presentatie van een fantastisch boek over de geschiedenis van de bierbrouwer in Dokkum. Daar hoef ik verder nog even niks over te zeggen, want daar hebben we andere mensen voor. En dat zijn met name natuurlijk ook de auteurs zelf van dat boek. Maar allereerst geef ik het woord heel graag aan Ino Drach, maar natuurlijk een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers van het biergilde uit Dokkum. Maar die komen straks ook nog aan zet. Eerst maar eens het woord aan Ino Drach, voorzitter van Historie Dokkumens. Ja, aan jou, Ino, het woord. Allereerst mag ik aanwezigen mijn hartelijke dank aan de burgemeester natuurlijk voor het ter beschikking stellen van deze prachtige historische locatie en de ontvangst. Dat de gemeente de presentatie van het bierboek vanmiddag wilde faciliteren, dat zegt al iets over haar betrokkenheid bij het project. En dat is zeer verheugend, maar daarin is zij niet de enige. Want wat is er bij het tot stand komen van het bierboek lang gewerkt door velen? Onder wie natuurlijk in de eerste plaats de auteurs. Ik wijs die kant uit, maar daar moet ik niet over staan. Dit is met recht een co-productie te noemen. Een boek dat geschreven werd in opdracht van de Stichting Het Dokkumer Biergilde. Uitgegeven werd door de Stichting Historia Dokkumensis, die ik vertegenwoordig. Maar een boek dat alleen tot stand kon komen met een publieksvriendelijke verkoopprijs dankzij de vele sponsoren. Dokkum was al sinds heel kort een prachtig gerestaureerde stadsbrouwerij aan Diepswalrijk, maar vanmiddag komt daar ook een even prachtig bierboek bij. Over de inhoud en het totstandkoming van de bierbijbel, zoals die al genoemd werd, geef ik zo het woord aan één van de auteurs, Warne Banga. De andere auteur, Pieter Haan, en ook Frank van Dijk namens de bierbrouwers, komen later nog aan het woord en daartussen hebben we nog andere verrassingen voor u in petto. Maar nu eerst het woord aan Warner Banga over het boek Bierbrouwen in Dokkum. Ik was onlangs op een boekpresentatie en daar werd zo'n beetje het hele boek voor gelezen. En dat zal ik u vanmiddag besparen, want het is nogal een dikket geworden. Maar hoewel er door de initiatiefnemers met een vette knipoog naar de geschiedenis wordt gekeken, is het brouwen van een Dokkumer Bonifatius bier veel meer gestoeld op historische traditie dan de doorsnee bierdrinkers zal vermoeden. En het is zeker historisch verantwoord deze biersoort aan de naam van deze heilige te verbinden. Bovendien is Bonifatius naast beschermheilige van de boekhandelaren een zwaard door een boek. Ook de patroon van de bierbrouwers, zodat een naar hem genoemd bier natuurlijk maar in één stad gebrouwen mag worden, de Bonifatiusstad Dokkum. In oktober 2015 werden wij door Frank en Remco van Dijk en Berend Wouda, de brouwers van de Stichting Dokkumer Biergilde, gevraagd om de geschiedenis van het bierbrouwen in Dokkum te onderzoeken en op papier te zetten. Als enthousiaste leden van de historische vereniging Noordoost-Friesland, ook wel Sneupers genoemd, hebben wij aan de hand van oude documenten, bronnen en archieven de historie van het Dokkumer bier en zijn brouwers uit vergetelheid gehaald. Door vele bekende, maar ook veel nieuwe en onbekende gegevens en verhalen boven water te halen, of boven bier te halen mag je ook zeggen, wordt het nieuwe bierbrouwen in een historische context geplaatst. De geschiedenis van het Dokkumer bier lijkt de geschiedenis van de zelf. Want een reis langs de historie van deze volksdrank is een reis door de straten van onze oude knusse stad, met zijn Bonifatiusfonteinen en vele brouwerijen. Eten en drinken is van alle tijden. En wie de ontwikkelingen van ons voedsel en de voedselbereiding door de eeuwen heen volgt, of je nu over molens schrijft of over bierbrouwen, die ziet vaak dat deze gelijk opgaan met sociale, economische of zelfs politieke ontwikkelingen op plaatselijk, landelijk en soms zelfs internationaal niveau. De aardappel danken wij tenslotte aan een politiek huwelijk.
maar was binnen de kortste keren vals voedsel voor de gewone man. Zo ook bier. Dokkemers moesten ook eten en drinken. En niet voor niets heet het in de volksmond, alles wat u dokken komt, dat zuurt. Met mate, gelukkig, dat wel. Maar dat leggen we in dit boek haarfijn uit. Desondanks werd er soms gedaan alsof bierdrinken gezond zou zijn. Wij weten wel meer, beter. Drank maakt meer kapot dan je lief is. En dan is er de Anglo-Saxische geestelijke Bonifatius. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan deze stad, waar hem het levenslicht werd ontnomen, nu zelfs bij bier. Bij het samenstellen van dit boek verrichtte Piet de Haan een groot deel van het historisch archiefonderzoek, waaronder zijn fantastische pre-kadastrale onderzoek van de Dokkumer binnenstad, via het onderzoek waardoor het mogelijk is de bewoningsgeschiedenis vanaf heden, via het onderzoek Dokkum in kadastraal perspectief van de neven Eimert en Eimert Smits, te koppelen aan de reëelcohieren die teruglopen tot 1711. En in vele gevallen kan men via koopbrieven, proclamaties en hypotheken of de weeshuisarchieven zelfs verder teruggaan in de tijd. Daarvoor zijn door Piet duizenden, zo niet tienduizenden documenten en archiefstukken doorgelezen, om zoveel mogelijk gegevens over bierbrouwers te vinden en op een rijtje te zetten. Ondergetekende spitte het bierbrouwersarchief door en vele boeken en maakte van al deze gegevens een doorlopend en leesbaar verhaal en leefde zich creatief uit bij de opmaak, zodat het ook gewoon een mooi boek werd om lekker in te bladeren. Bij een boekpresentatie zijn altijd heel veel mensen die bedankt moeten worden. Bij het maken en schrijven van dit boek hebben wij hulp gehad van velen. Dokkums eerste archivaris, Wim T. Keune, zag tijdens zijn werkzame periode het belang al van het bierbrouwersarchief in en schreef een overzichtsartikel met vele gegevens waar wij dankbaar op terug konden grijpen. Hier en daar bood de moderne techniek ons de mogelijkheid zijn werk aanzienlijk uit te breiden en te verbeteren zelfs. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan Sneuper Libbe Meerema, gelukkig aanwezig, ja, mooi, die tussen 1999 en 2002 een complete transcriptie maakte van het bierbrouwersgildenarchief en daarmee ons heel veel lees- en speurwerk bespaarde. Wij hebben zijn minutieuze werk aangevuld en vervolmaakt. Streekarchivaris Tjeerd Jongsma en zijn assistent Jack Boersma waren steeds opnieuw bereid en soms meerdere malen op dezelfde dag of middag bereid om de benodigde stukken uit de kluis te halen en waar nodig te helpen bij een lastige transcriptie of het interpreteren van een bron. Reinder Tolsma hielp ons bij een sneuper en lid van de historische vereniging, hielp ons bij lastige transcripties. Mijn oud-geschiedenisleraar Wim Bangma vertaalde enthousiast enkele oude teksten uit het Latijn. En bierkenner Roel Mulder, volgens mij is Roel niet aanwezig, ik heb hem nog niet gezien, van de website Verloren Bieren, Ulco de Jong, wel aanwezig, de receptenmaker van het Bonifatius bier, dachten met ons mee op biertechnisch vlak en haalden waar nodig dat nodig was foute interpretaties uit de tekst. Anton Blok van de oude ambachtengroep Zwarte Handen voorzag ons van stromen vakkennis over oude bierberoepen. Lisette Meindersma en Nicole Dijkstra en opnieuw Tjeerd Jongsma corrigeerden geduldig onze conceptteksten, waarvoor grote dank. Dank zijn wij natuurlijk vooral verschuldigd aan de brouwers van de stichting Dokkumer Biergilden, Frank en Remco van Dijk en Berend Wouda, die met hun vernieuwende ondernemerschap deze oude geschiedenis hebben opgerakeld. Maar zonder de hulp van vele Dokkumer bedrijven en sponsoren was het echter niet mogelijk geweest om zo'n dik en kloek boek te maken dat voor iedereen beschikbaar is. Dank. Ik wil ze hier niet ongenoemd laten. Het zijn in alfabetische volgorde Adema Architecten, Bert Adema makelaar en taxateur, Bijlstra Installaties, de stichting of Bonifatius 754, bouwbedrijf Van der Werf, drukkerij Dauma, de gemeente Dongerendeel, Hamstra Therapeutisch Elastische Kousen,
Ja, mocht het bier u een keer in de benen zakken. Helma Notaris, Hotel, Café, Restaurant De Pasthoorn. Er is geen pand in Dokkum dat zo vaak wordt genoemd in dit boek. Makelaardij Roos, Meinema Verzekering, Raadsma Dokkum, Restaurant Van der Meer, SMI Speciaal Metaalindustrie, Stadscafé Artisante, Van der Gang Herenkleding en Van der Schaaf Albert Heijn Dokkum. Nogmaals, dank voor jullie steun. Tot slot een woord van waardering en dank voor Ali en Ingrid. Voor hun eindeloze geduld en honderden koppen koffie en thee als wij weer met bier bezig waren. Dit is het moment, ik zie Nino, ja. Dat jij... Moet ik wel bloemen? Hè? Ja. Hoe ziet? Volgens mij staan ze daar in de andere ruimte. Ja, daar staan ze, ja. Is er een boom? Is daar iemand die... Ja. Is er iemand? Nou. Historisch onderzoek over onze mooie en illustere stad. Wij pretenderen niet volledig te zijn, ondanks de dikte van het boek. En vele aanvullingen bij en fouten en onvolkomenheden in ons werk zullen dan gevonden worden. Het zij zo, want de hoeveelheid gegevens en feiten was onvoorstelbaar. Het is mooi geweest. Nee, was een eeuwacht. Het was een eeuwacht. Je bent er met een keer. Het is mooi geweest. Het was een lange reis, een boeiende speurtocht door het verleden en de archieven van de brouwerstad Dokkum. Veel plezier met het boek over bierbrouwen in Dokkum. Wij gaan genieten van een biertje. Proost. We schenken vandaag bier op papier. Maar ik vroeg me af, waar zijn de boeken? En toen had Piet het teken moeten geven dat... Hoog edelgestrengen strengen ja. Allemaal. Welkom. We binnen wat later. Maar we binnen. We binnen. Heel mooi. Ja, heel mooi. Even. Ja.
Dit zijn bierdragers. Elke stad in Nederland die hier een gilde van bierdragers. Het uniform dat liep hem een beetje ja, betocht, maar er zijn verschillende prenten en afbeeldingen van bierdragers in Nederland. Maar net van Dokkum. Maar wat Dokkum vol had, dat zijn kleuren. Dus een beschrijving van de steek en van de kleur. En aan de hand daarvan gaat Warner dit ontworpen, eigenlijk die gegevens al hier combineert. Dus dit zo vrij dicht bij de werkelijkheid kan werken. Bierdragers, dat waren de enigste mensen die bier vervoeren mochten in de tijd van de gilde. Het bier zat, ze gingen naar een brouwerij en die hier bier verkocht. Ze kregen het bier mee en daarvoor zie je een papier, dat is een lastendel, min of meer steeds maar een vrachtbier. En dan stier je op hoe volle bier dat erin zit en welke kwaliteit. Dan brachten ze het naar de herberg of naar het schip van Admiraliteit of een gewoon schip. Het papier waren er al helft, de helft wie van de herberg hier. Of van de skipper, de orenhelft die hier naar de man die de belasting pacht hier. Zo kon de stad Dokkum controleren hoeveel bier had er verkocht werd